Welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is iedereen, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En mijn schat is er ook nog bij, maar die zit nog even op een andere kamer. En ik ben hier heerlijke wasjes aan het eten. Ja. Met heerlijke curry ketchup. Dat is morgens vroeg al. Ik heb al moeten blussen met melk. Dat is zo pikant dus. Welke ketchup eten jullie graag? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. En ik hoor weer lees op mijn laptop. Mijn favoriete ketchup is deze. Van Heinz. Oftewel, als ik het eet, moet ik het echt eens heel pikant wilt hebben. Jawel. Deze hot. Oeh. Dan begin ik wel te zweten. En sorry dat de vlog van gisteren kort is. Kijk eens hier, ik ben de vlog al op de laptop aan het renderen. En... jawel, ook aan het uploaden. Toppie. Dus dat komt allemaal in de chakosh. Nadat ik heb gegeten, ja, dan moet er ook tandjes gepoetst worden, hè. Dus. Maar eerst toch de zwamsausjes toch opeten. Zo lekker. Maar je moet er wel van zweten. Titel. Psycho eat washes. Voilà, dit is het. Ik heb een titel. En er is iemand naar hier aan het komen. Hallo kijkers. Wat schat. Oeps. Nieuwe aandoen. Ja. Tebiet. Stop eens. Ja, kijkers. Ik heb een ongelukje gehad. Niet goed, hè. Nu kan ik me nog eens heraandoen. En dat was een zuivere blues. Schat, dat was een zuivere blues. Ja, en je moet schoon aan zijn hè, als je naar mijn mama komt. Ja. Dat weet ik kijkers nog niet zeker. Wat dan? Dat ik kerstfeestje heb. Ja, nu wel. Nee. Nu dat ik het gezegd heb. Nee, zeg het maar eens even tegen de kijkers. Hier is ze. Wat is ze gaat doen vandaag? Allee, wat gaat je doen vandaag? Ik ga naar een kerstfeestje vandaag. Bij de familie. Cadeautjes uitpakken en zo. En zit er veel, had ik al gehoord van jou? Ja, mama zei het tegen mij. Ah, van de mama weet je het. Oké. Maar dat is elk jaar zo dat er veel cadeautjes zijn, zonne. Heb dat graag? Ja, soms wel, maar soms denk ik ook van, oh, was het maar al gedaan. Ah. Omdat het dan zo vermoeiend is, maar... ah, wel mensen, laat het hier in de comments weten wat jullie kerstcadeautje is geweest. Daar zijn we wel eens benieuwd naar. Wat is jouw kerstcadeautje geweest? Mijn kerstcadeautje is geweest, jawel, een volledige nieuwe... laptop. Bam! En dan heb ik nog voor Chris gekregen die Nutella-pot en die chocoladefondue. Dan nog van haar een merci. Merci. Wat zij heeft gekregen van mij, dat is een parfum. Ah ja, ik heb ook nog lichtjes gekregen van haar mama.
Dankjewel. Dan, zij heeft zo de Enzo Knol vrouwenparfum gekregen. Van Chris. Ja, laten we dan nog maar eens zien. Van Chris heeft zij dit gekregen. Een soort... parfum in het midden. Parfum in het midden, ja. Kom maar even erbij. Ja. Parfum in het midden, ja. Hand en body lotion. Shower gel voor woman. Maar dat weet ik ook niet wat dat betekent. Voor woman? Ja, nee. Shower. Ah, shower gel. Dat is douche gel. Ah. Douche gel. Shower gel. Shower is English. Maar I'm going not to talking to English for my watchers. Voor je kijkers. Goed zo. Dus ik ga geen Engels in mijn vlogs laten voorkomen. Maar deze gaat zich nu wel terug omkleden. Want ik heb gesmoord. Ah. En tandjes poetsen. En tandjes poetsen. Nou, mijn tandjes te poetsen. En ben ik nog mijn in mijn gezicht te wrijven. Ja. Ga ik nog een goede dagje zeggen tegen mijn onderbuurvrouw. Voilà. Schoon onderbuurvrouw. En mijn onderbuurvrouw natuurlijk. Hallo. Nee. Ze kijkt niet. Dat is niet erg. Dan moet ik nog van mijn schatje de sleutels krijgen. Dan gaan we richting haar mama toe rijden. En dan moet ik even afscheid nemen daar. Bij haar mama thuis zelf. Want ik heb nog een goede dagje zeggen. En dankjewel voor de cadeaus te zeggen. Moet ook gebeuren. Maar ik zit hier lekker in de modder. Yippee-ki-yay. En mijn laptop heb ik ook altijd nu mee. Dus als ik eens niet eens op tijd ben, dan kan ik ook op tijd nog renderen. Bij deze. Ik zie jullie zelfs bij haar mama aangekomen. En dan ga ik hier haar moeten verlaten. Ja. Voor een ganse dag. Daar kun je mij toch wel missen. Ja. Ik ga dus Pokémon vangen. Is dat goed? Ja. Oké, ik heb dus toestemming voor Pokémon's gaan te vangen. Joepie. Allee, tot zelfs, want hier ga ik niet filmen. Ik ben nu terug naar huis aan het rijden. Ik ben niet Pokémon's gaan vangen. Nee, ik moet ringen naar de wc toe. En daar heeft even een stokje voor gestoken. Dan ga ik gewoon nog wel naar Enzo Knol kijken. Kijken we ook nog of VTM is allemaal eens gepasseerd. Misschien daar nog wat zekers bekijken. Nog wat op mijn laptop tokkelen. Joepie-kai-jai. Dat kan dus allemaal. Echt waar, dat kan dus allemaal. Nu nog even kijken. Hier, ja, als ik hier over kan. En ik kan hier ook over. Voilà. Veilig en wel oversteken. Zeer goed. En ook aan uw limieten houden. Voilà. Blijf continu 50 rijden. En die achter mij, die komt sneller aan dan 50. Meneertje, je moet hier maar 50, hè. Dus dat kan niet dat je mij inhaalt. Oh, zalig. Voilà. Nu even wat afremmen. Met 30 of zo. Voilà, dan kan ik mijn bochtje nemen. En dan zie je ook soms hè, dat ze nog zo even zo een bochtje nemen voor te zeggen van ben gepasseerd, laat me door, ik wil doorrijden. Echt. Ja, ja, ja. En dan rijd ik zo bij een straatje in. En hier mogen we ook maar 50, dus hier gaan we ook maar 50 rijden dan. En daar zijn opmetingen bezig. Oh dames. Dat doet jullie goed. Daar zijn opmetingen bezig. Nice. Hier gaan ze dus binnenkort ook bouwen, hè mensen. Dus daar heb ik alles
maanden terug ook al gezegd, dus dat ze hier achter mij gaan bouwen nu. En daar zijn ze nu de eerste opmetingen bezig, dus het kan zijn dat dan hier echt heel binnenkort gaan beginnen te bouwen. En dan is het gedaan om hier zo te parkeren. Jammer. Voilà, ze. Ik ben geparkeerd, dus ik ga nu naar binnen toe. Dus ik zie jullie straks allemaal. Yo. Ik ben terug thuis op mijn appartement, dat zien jullie. Kijk, dus ik ga ook terwijl mijn jas uitdoen. Ik ben nog aan het denken. Heb ik alles? Moet ik alles hebben als ik thuis ben? Ik weet het niet. Ik ben nog wat moe. Dus ik kan er wat bij rusten. Nu even. En dan, ja, dus. Maar, ik wil sowieso nog één ding iets zeggen over mijn verleden. Dus, Eileen, Doreen, Silke Potts en Simon Butts, jullie hebben echt mijn ogen toing laten openschieten van, ja, dat ik verkeerd bezig was. En dat was ook zo. Maar ik ben blij, met deze mooie dagen, heb ik ook tegen Eileen ook gezegd van, kijk, met deze mooie dagen mag ik ook niet liegen en dat is ook niet aan de boze. Ja, ik ben er vanaf, ben er blij om en als ik er nog aankom, ja, dan ben ik ook Eileen volledig, maar ook volledig ook kwijt qua vriendschap en dat wil ik dus ook niet. En daarbij heeft dat dus mijn ogen laten opengaan. Dus, omwille van dat ook weer, of vandaag redelijk wat vroeg. Ik ben deze nacht 3 tot 4 keer wakker geworden om naar een wc te gaan. Oh, ik had last van mijn buik. Dus, en nu is zo terug wat stabiel. Dus ik hoop dat ook zo even blijft. Maar ik ga toch sowieso nog een glaasje melk drinken. En dan even wat serietjes kijken. Dus een relaxe dag. Morgen ene dag werken. En dan is het weer al weekend. Oh jawel. Dan volgende week maandag ene dag werken. Dinsdag, woensdag en donderdag weer al thuis. Vrijdag weer al werken. En dan beginnen de gewone werkweken weer al. Yeah. Ik ben moe. Dus ik ga nu nog even wat rusten. Dus ik zie jullie zelfs allemaal wel weer al terug. En ik hoop dat ik ook in jullie ogen, dat ik terug op de goede pad ben. Ik hoop het echt. Echt, echt, echt waar. Want ja, liegen dat wil ik niet meer. Echt waar niet. Liegen dat wil ik niet meer. Mensen, ik ben terug thuis. Ik ben haar dus gaan halen bij wie was het? Bij mijn zus. Bij haar zus. Dus, en ja, ze is nu terug bij mij en ze blijft nu ook slapen. Ik ben doodmoe. We gaan ook nog speed nog even eerst nog naar familie kijken. We zijn nog even langs de nachtwinkel gereden. Om, oh, lekkere vanille te kopen. Dat is zo lekker. Een lekkere icy. Ja. En, ze is al terug uit beeld. Ze is tot bezig. Ja, wat wil je? Ik heb alcohol op. Mijn avond was gezellig. Voilà, dan hoort je het, mensen. Dus we gaan nu lekker to-do doen. Vergeet geen flauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier anderen niet te abonneren. En op het belletje te drukken. Toppie. En bij de 500ste abonnee geef ik dan een giveaway weg van 60 euro via een of andere webshop. Allee, mensen, tot morgen. Ik zie jullie later. Joe.